Lang geleden heeft men ontdekt dat het verhitten van een vloeistof zijn volume vergroot. De toename is echter zo minimaal dat we het nauwelijks merken wanneer de vloeistof in een normale bak zit. Pas wanneer we de bak afdekken en een kleine opening met daarop een lange dunne buis monteren, wordt de verandering duidelijk zichtbaar. Tijdens het verhitten zie je het vloeistofpeil in de buis toenemen, terwijl de stijging in de open bak. Nauwelijks zichtbaar was. Als een bak met vloeistof tegen het lichaam wordt gehouden, zal de vloeistof uiteindelijk dezelfde temperatuur aannemen als het lichaam. Op dit moment zou het vloeistofpeil in de buis constant moeten blijven. Iedere toename van het vloeistofpeil geeft een toename in lichaamstemperatuur aan.